De politie zal niet schromen om gepaste maatregelen te treffen tegen criminelen die overgaan tot het stelen van voertuigen of personen die zonder medeweten van de eigenaar overgaan tot het kopiëren van zijn of haar autosleutels. Dit zegt politiewoordvoerder Milton Bisschop desgevraagd aan de STVS-redactie. Onlangs hebben criminelen onder andere een blauw gelakt en een wit gelakt voertuig ontvreemd. De politiewoordvoerder geeft aan dat deze zaken in onderzoek zijn bij de desbetreffende afdeling van het korps. Inderdaad, de collega's van de onderzoek- en aangiftedienst zijn eveneens geconfronteerd met die zaken. En met betrekking tot die zaken loopt er een onderzoek. Natuurlijk is er een strafrechtelijk onderzoek gekoppeld aan die handelingen gepleegd door tot nog toe onbekende personen. Wij zeggen binnen ons vakjaar gewoon onbekende daders. Maar het is een kwestie van tijd dat deze daders, verdachten, door de politie worden aangehouden ter voorgeleiding. Bisschop geeft verder aan dat burgers een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het voorkomen en het helpen oplossen van dergelijke gevallen van autodiefstal. Hij raadt de gemeenschap onder meer aan om een Global Position System GPS systeem te installeren indien zij een voertuig aanschaffen en of bezitten. Dit kan bijdragen aan het sneller signaliseren van gestolen voertuigen. In ieder geval is de politie extra alert en daarom hebben we ook de hulp van de samenleving nodig om klaarheid te brengen in die zaken. En wat wij ook de mensen kunnen meegeven, andere mensen treffen de nodige interventies door GPS te plaatsen, maar wij geven ook mee, parkeer het voertuig of parkeer de voertuigen zo strategisch mogelijk, dat ook derden, ja, dat ik helemaal hoor, wacht niet, gawagi, maar er is toch een zicht op de voertuigen, waardoor er toch aan de bel kan worden getrokken of iemand slaat alarm, zodat toch de politie ter zake wordt verwittigd. De voorzitter van de Vereniging van Auto-importeurs Suriname, VICE, Sanchin Deo Jainat, geeft aan dat de VICE op de hoogte is van de situatie waarbij burgers slachtoffer worden van autodiefstal middels zogenaamde master keys. Hij benadrukt dat de leden van de VICE geen sleutels achterhouden bij de verkoop van voertuigen aan de consument. Hij raadt consumenten aan om zo zorgvuldig mogelijk om te gaan met hun voertuig. Kijk, er zijn verschillende plekken waar de auto's terechtkomen. Om je maar een voorbeeld te geven, de auto's worden ook bij een car wash gezet. En in sommige gevallen worden die auto's daar gelaten. Men zet zijn of haar auto en gaat weg. En je weet niet wat er intussen tijd gebeurt. Laat me direct ook erbij zeggen, ik beschuldig niet de car wash, maar ik geef je maar een voorbeeld waar een auto dan terechtkomt, waar die sleutel blijft liggen. Dus dat soort zaken dat zij, als het vermoeden bestaat bij het volk, bij de kopers, dat de autohandelaren een sleutel achterhouden enzovoorts, dan mag ik u verzekeren dat dat niet het geval is. Het Global Positioning System GPS is een wereldwijd satellietplaatsbepalingssysteem dat sinds 1967 werd ontwikkeld. De leiding van het Korps Politie Suriname zal volgens Bisschop op de hoogte worden gebracht over het voorstel vanuit de samenleving ten aanzien van de ingebruikname van GPS voor het lokaliseren van voertuigen. Dit kan leiden tot het versneld traceren van degenen die zich schuldig maken aan strafbare handelingen en zich verplaatsen middels voertuigen.